Welkom bij de Game Contenters. Vandaag ga ik een potje FIFA 22 spelen. Kijk gerust mee tot het einde hoe ik een potje FIFA speel en leer misschien bepaalde technieken. Vandaag kies ik voor een klassieke wedstrijd. Ik zou vandaag starten met Feyenoord en ik zal spelen tegen SC Heerenveen. Welkom, beste kijkers. De weergoden zijn ons alvast gunstig gezind. Nu de voetbalgoden nog. Ik ben Siert de Vos, uw commentator, en naast mij zit collega Jeroen Gruut. Samen heet u van harte welkom. En over enkele ogenblikken begint deze wedstrijd in onze eigen eredivisie. Het is Feyenoord tegen Heerenveen. Ik verheug me op een attractief duel, Siert. Dat kun je wel overlaten, deze twee teams. Sterke tackle, pak de bal af. Jens Torenstra. Brian Linssen. Ja, kans! Van dichtbij ingeschoten en dan die redding. Mooie reflex. Wow, hij moest heel snel reageren. Maar dat deed hij fantastisch. Komt de hoekschop in het midden? Nee, er zit iemand tussen. De verdediging werkt die bal goed weg. Blijft aan de bal. Er zit iemand tussen. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Bal veroverd in de eigen 16. Brian Linssen. Zo, dat was helemaal niet zo makkelijk. Nou, dit is gewoon een heel knappe redding, zie je, want er was nauwelijks tijd om te reageren. Hoekschop komt voor. Hij wordt weggewerkt. Er wordt druk gezet en hij neemt de bal niet goed aan. Wordt onder druk gezet, maar neemt toch netjes aan, hoor. Door die actie is hij de bal kwijt. Torenstra. Het schot van Torenstra in zijn handen. Oh, gevaarlijk wat die keeper hier doet. Sterke actie en gelijk weer in de aanval. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Ja, koekoek. De techniek kruipt er vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Nou, is dit nou pech of moet de doelman toch het boetekleed aantrekken? Zie het? Kijk, hier zien we het nog een keer. Hij keert de inzet goed. Maar dan komt de bal op een ongelukkige plek terecht en is het uiteindelijk toch een tegentreffer. Nog altijd vreugde bij de Rotterdammers vanwege die voorsprong. Terwijl de tegenstander aftrapt. Hij stoomt verderop. Tyrell Malacia. Kunnen ze dit snel uitspelen? En die veelbelovende counter eindigt zo in balverlies. Torenstra. Torenstra kan hem verzilveren. Die gingen net niet in, maar ze zijn gewaarschuwd. Geweldig om te zien. Een prachtige stijlvorm in het voetbal. Zo'n snelle counter. Ja, het is bijna niet te verdedigen, Siert. De tegenstander zal echt goed moeten opletten, want de volgende keer is het waarschijnlijk wel raak. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten.
Een schot. Maar zo'n poging zit de doelman niet echt. Alireza, Jahan Baksh. En ze komen weer aan de bal. Koekoek, hij is hem voorbij. Goed gepakt door de keeper. De bal komt voor het doel. Jammer dat deze counter uiteindelijk niets oplevert. Hij is er voorbij. Zo, wat een mooie redding zeg. Echt schitterend om te zien. Het is, nou, buitenspel, maar toch, het is lekker om zo'n bal te pakken. Jens Toornstra. Brian Linssen. Sterke actie om de bal. Nog steeds met de bal aan de voet. Net op tijd ertussen. En dat had hij goed gezien. Alireza, Jahan Baksh. Toornstra, dit kan een goal zijn. Ja, en een redding. Als je zo'n kans maakt, dan staat het weer gelijk. Maar ja, dan is er ook nog een doelman. En die staat daar niet voor niets. En die verricht dan een uitstekende redding. Schot! Zo, dat was helemaal niet zo makkelijk. Nou, dit is gewoon een heel knappe redding, zie je. Want er was nauwelijks tijd om te reageren. De bal komt voor het doel. Nu dan misschien. En die bal wordt goed geplokt door een speler. De scheidsrechter fluit. Ja, er baant zich een weg naar de stip. Er is nog wat oppositie. Maar het is een strafschop. Als ze deze kunnen benutten, kopen ze weer langzij. En gewoon een strafschop. Maar hij trekt er geen kaart voor. Terecht. Nou, ik snap hier echt helemaal niets van. Je moet hier gewoon een kaart voor geven. En nu voor de gelijkmaker. En geen goal vanaf de stip. Uitstekende redding van deze doelman. Goed tegengehouden door de keeper, die penalty. Hier nog een keer. En hier nogmaals. Die keeper pakt de bal goed hoor. Uitstekend gereageerd. Hoekschop komt voor. Ze krijgen die bal maar niet weg. Op de brommer er voorbij. Hij weet het schot tegen te houden. Jens Toornstra. Na die tackle is het een inworp voor de tegenstander. Voorkomt dat de bal over de lijn gaat. Ja, Baksh is er langs. Goed gedaan. Dat is een kans voor je hand, Baksh. Hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Hij schermt de bal af. Ja, ze worden nu onder druk gezet. Daar kon je op wachten. Kijk, dat is goed onderschept. Daar gaan we rusten. De scheidsrechter fluit, het is 1-0. We gaan nu de rust in met 1-0. We gaan gauw weer verder. Om even ervoor te zorgen dat we weer een extra doelpuntje kunnen scoren. De eerste helft was voor Feyenoord. Kunnen ze die voorsprong nog een helft vasthouden? Jens Toornstra. Senesi. En ze hebben de bal weer terug. Dit is een inworp. Sim de Jong. Daar moet je voorzichtig mee zijn, op die plek. M-
maakt een mooie onderschepping bij die paas. Doorgebroken met de bal. En ook hier geldt koekoek, doelpunt Feyenoord. Maar de wijze waarop dit doelpunt tot stand komt, vind ik echt onthutsend. En dat is vooral de schuld natuurlijk voor die speler die de bal kwijtraakt. Zo is er meteen afgestraft. De treffer voor Feyenoord. En nummer 11, Brian Linssen. En ze komen weer aan de bal. Nou, zoals u ziet is Feyenoord vandaag het meest in balbezit. Ze domineren het middenveld en zetten meteen druk als ze de bal even kwijt zijn. Ja, voor de tegenstander dreigt nu wel een afstraffing, hoor. Neemt hem kort. Op de vleugel voor een voorzet. Goeie redding, zeg. De doelman heeft hem in zijn handen. Siem de Jong. Zie het, ik kan nog steeds niet geloven dat die bal er niet in ging. De doelman kan de bal gewoon laten gaan. De trainer stuurt hem het veld in en hoopt dat hij in het restant van de tweede helft voor de ommekeer kan zorgen. En de vervanger is nummer 17, Rani Hayal. Stil. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. En dat is een mooi doelpunt. Dit is natuurlijk een belangrijk wapen, hè? Een speler met zo'n paas in de benen. Hier de steekbal. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Supporters van beide ploegen. Wat de uitslag ook wordt, blijf lief voor elkaar. Alvast bedankt. Alireza Jahanbakhsh. Slaagt er niet in de bal te controleren. Hij pakt de bal op de helft van de tegenstander. Ja, kans! De doelman zit er goed bij. Oh, dat is niet makkelijk hoor. Van zo dichtbij. Wat een snelle reactie. Flitsend. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Nee, er zit iemand bij. Jens Torenstra. Wat een kans voor Feyenoord. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hattrick. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. En dan de afronding. Ja, het oogt misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet, hoor. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Nu ze de voorsprong nog groter maken. Brian Linssen. Netjes gedaan. Goed gezien. Hij raakt hem.
Alweer een strafschop. Ja, zo gaat het natuurlijk niet lukken. Hij legt hem op de stip, maar laat zijn kaart in zijn zak, geloof ik. Dat is vreemd hoor, want voor zo'n actie hoor je gewoon een kaart te krijgen. Raak, die strafschop gaat erin. Ja, deze strafschop is eigenlijk tot in perfectie genomen. En de bal in de kruising. Probeer die maar eens tegen te houden. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. Alireza Jahanbakhsh. Die steekbal is gevaarlijk. Die steekbal zag er uitstekend uit. Maar helaas voor hen toch buitenspel. Volgens de arbitrage. En die heeft het, denk ik, goed gezien. Ja, deze speler was gewoon even te gretig. Je moet je geduld bewaren. Nummer 10. Ze hebben besloten nu het team aan te passen. En de vervanger is nummer 21. Robby Kongolo. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Hij speelt hem slim. Die bal is een makkie voor de keeper. Goed van de bal gezet. Nog steeds in aanval. Goed ingegrepen en meteen balbezit op de helft van de tegenstander. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Daar is hulp van een teamgenoot. In het midden van de 16. Een eenvoudige redding van die keeper op die koppel, of niet? Ja, daar zou je normaal gesproken zijn pet niet eens voor uitkomen. De vierde official zegt dat er 3 minuten blessuretijd bij komt. Nou, wat kan hij hiermee? Oh, een kans van korte afstand. Koek, koek, bal tegen de lat in zijn handen. De scheidsrechter fluit, het is voorbij. Feyenoord wint. Wat was dit? Het leek soms wel een trainingspartijtje. Hierbij winnen we met 4-1. Zoals altijd, mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je dan. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten op een van onze video's, laat dan een like achter. Mocht je nog geen reactie hebben achtergelaten, laat dan ook een reactie achter. En voor nu zeg ik je dan bedankt voor het kijken en tot de volgende gameplay.